Van vroeger uit zijn Brabanders goede stropers. En het is misschien ook daarom dat twee Brabanders de natuur in de Rotterdamse haven bijhouden. Dat doen ze door te jagen. Jaarlijks vangen ze onder meer 4000 konijnen. Ties van Engeland uit Moergestel is zo'n stroper. Of beter gezegd, jager. Hij ligt niet met zijn geweer te wachten bij het konijnenhol. Hij krijgt hulp van een fret en een havik. Oh ja, die moet de konijnen pakken natuurlijk. Ja, ik kan niet vliegen, hè. De fret jaagt het konijn uit zijn hol. De havik vangt het konijn en laat hem waardig sterven. Een havik heeft veel beter oog als wij. Die ziet ze 10 keer eerder als wij. De jagers nemen de konijnen mee naar huis. Dan zullen ze dienen deels aan voedsel voor de fretten, deels voor de vogel en deels aan voedsel voor zichzelf. Die gaan de pan in. Die gaan de pan in, ja. Kokerst. Bijvoorbeeld, ja. Dit terrein noemen ze Maasvlakte 2. Dit wordt straks één grote containerplaats. De dood van het konijn via de havik is een betere dood dan sterven onder de grond. Ja, als je hier met groot materiaal gaat rijden en met bulldozers, dat gaat hier natuurlijk niet met een handschepje wat die gewerkt wordt. Dan wordt die gelijk grof gewerkt. En die konijnen zitten allemaal in de grond in de burgte. En als er zo'n bulldozer overheen komt, dus voor konijn geen redder meer aan. Maar het is niet alleen jagen. Mark Benders uit Gemonden zorgt ervoor dat de zeldzame rugstreeppad een leven krijgt ergens ver van de bulldozers vandaan. Een rugstreeppad is een beschermde diersoort hier in de haven. Die komt veel op dit soort terreinen voor. Die houden van de verse havengronden. En het idee is dat ze tegen de schermen aanlopen, s'nachts. En vervolgens in zo'n emmertje kukelen. En als ze dan vangen, dan kunnen ze op andere plekken uitzetten. De Brabanders moeten het doen hier. Ja, die moeten het doen, ja. Dat zijn stropers, hè. Van vroeger uit.